allemaal, tot de tweede drie met een nieuwe video. En deze keer gaan we lekker de bridge spelen op Mineplex.com. Het gaat in ieder geval hartstikke leuk worden, maar ik heb eerst een kleine mededeling voor jullie. Vandaag helaas nog geen begin van de multiplayer survival, want ik heb niet genoeg mensen. En mocht jullie nog mee willen doen, zet dan even je Skype naam in de reacties en dan kun je meedoen met de leuke, hoop ik, survival. Dus het gaat in ieder geval hartstikke leuk worden. Wil je meedoen, zet natuurlijk even in de reacties. En nu gaan we gewoon lekker de bridge spelen. Lekker gewoon even ouderwets een potje de britjes. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk gaan vinden. En ik ben nu even hier heel dom een mine aan het zoeken. En ik ben natuurlijk alweer veel te laat. Nou, ik heb geluk, want hier zit nog niemand. Maar ik... Oké. Hoe is die daar zo snel gekomen? Maar ik heb geen iron, dus ik neem hier even wat kool mee. En daarna gaan wij eerst op zoek naar een toortje licht. Want ik zie echt helemaal niks. Maar wil je natuurlijk nog meedoen? De survival die start waarschijnlijk deze week. Ik heb al twee deelnemers, maar één van die... Hé, ik zie Iron. Oh, heerlijk dan. Wacht even, één van die twee deelnemers die is helaas... is hij er niet. Dus ja, om het met één deelnemer te doen vind ik ook niet echt handig. Dus ja, wil je nog meedoen? Zet het ook in de reacties. En dan mogen jullie gewoon lekker meedoen. En dan gaan we gewoon lekker modden... niet modded, maar gewoon normaal survival doen. En nou ben ik echt heel slecht in parcours. Dus als ik die faalde, dan lag ik meteen uit de game. Nee, trouwens, dat hebben ze veranderd. Als je doodgaat bij de bridges, als je aan het minen bent. Of bij de tijd waar je elkaar nog niet mag aanvallen. Dan mag je nog een keer respawnen. Dat is maar één keer. En ja, dan krijg je... Ja, dan spawn je natuurlijk wel zonder stuff. Maar goed, dan heb je dus wel nog een kans. Dus dat is wel goed dat ze dat veranderd hebben bij de bridges. Maar goed, we hebben hier genoeg hout, denk ik. Dus we gaan even een crafting table maken. En ik heb niet genoeg steen. Snupper daar, snup. Gelukkig heb ik genoeg... Oh, wacht. Dit is eten. Eten. Food. Want ik heb natuurlijk nu geen Max die de appelkit even doet. Dus ik moet zelf mijn food regelen. Hartstikke leuk. Maar niet heus. Dus we gaan hier... Oh, hier staat een crafting table. Nice. Ik ga hier even wat steen hakken. Zodat we tenminste onze iron even kunnen koeken. En dan gaan we maar op zoek naar diamonds. We hebben nog 8 minuten. En even kijken. We hebben nog niet genoeg trouwens. We moeten nog een beetje steen hebben. En al die kool in de weg... Nou ja, die kool die boeit me niet echt veel. Ja, die kool heb ik ook wel nodig om toortjes te maken. Maar ik wil nu eerst steen hebben. Zo, nu hebben we genoeg steen. En dan maken wij even een prachtige furnace van. En die is gelukkig nog van mij. Die furnace zet ik hier neer en... Tuurlijk. Nee, we doen de eieren gewoon zo in de furnace. En oeh, ik kan beter kool doen. Wacht even, zo. Poef. En daar moet ik even toortjes van maken. Dan heb ik toch een paar toortjes. Want ik doe natuurlijk wel een video, dus ik moet wel goed beeld hebben. Ik zie het al. Mijn render staat veel te hoog. Oké, ik ga hier in ieder geval even een iron... Kijk, iron... Oeh, shit. Voorzichtig. Oké, ik zie hier in ieder geval gold, dus dat kan ik op zich wel gaan minen. Heeft niet echt heel veel nut, maar... waarom niet? En we gaan gewoon lekker de bridge spelen. De survival project begint dus ongeveer deze week. We zijn vandaag woensdag. Zitten er falen. Het is vandaag dinsdag en het komt... Deze week komt er een modded survival op. Wanneer, dat weet ik nog niet precies. Misschien morgen al. Ik denk misschien waarschijnlijk morgen al. Dus dat gaat worden met... Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Het gaat worden met 3 mensen. Twee mensen. En willen jullie meedoen, dan doen jullie natuurlijk ook gewoon lekker mee. Dus wij gaan hier maar even op zoek naar diamantjes. En hier is al iemand aan het graven geweest. En water is hier dodelijk, dus je moet wel voorzichtig zijn. Ik ga gewoon deze kant op graven en hopen dat ik diamonds tegenkom. Dat is nou praktisch wat ik ga doen. Leuk. Nee, oké. Maar ik moet er gewoon lekker diamonds vinden. Want dan kunnen we een diamond pickaxe. Het moeten er eigenlijk wel 3 zijn. En ik weet, ik speel veel te vaak Skywars. En dat geef ik zelf ook toe. Ik ga nu gewoon lekker de bridge spelen. Weer. Ik haat water. Water is gewoon gevaarlijk. Want dan ga je dood aan. Anders kon je ook zwemmen en zo. En al die troep. Maakt niet heel veel uit. We moeten gewoon voorzichtig zijn met water. Goed opletten. Reactievermogen testen. Dus dat is even een beetje anders dan normaal. Nou ja, ik heb het al vaker in de Britjes video's gezegd. Van water is dodelijk. Maar het is gewoon... Ja, ik vind het wel irritant. Oké, daar gaat mijn kool. Misschien moet ik toch even ergens anders heen graven, jongens. Daar is al iemand heen. Oké, ik ga hier gewoon heen. Water, jongens, je vindt het ook overal. Waarom zit iemand... Deed iemand dat nou? Nee, oké. Ik heb hier mijn building stuff even. Die moeten we... Nee, ik ga mijn toortjes niet wegdoen. Dank u. Oké, nou, we gaan nu in ieder geval even door. En ik moet straks ook even mijn koeienvlees moet ik even koeken. Maar het belangrijkste is natuurlijk een iron sword en zoveel mogelijk iron armor. En het liefst diamond armor, maar ja, dat is natuurlijk wel hartstikke moeilijk. Dus ik mine hier gewoon even tot we een beetje... Oh, echt. Diamonds! Yes! Diamonds! Tot we een beetje iets leuks vinden. Nou, dit is leuk genoeg hoor.
Kom op, ja, het zijn er drie, nice. Nou, dan hebben we een diamond sword. En we hebben hier iron, nice. Dit gaat goed, jongens. Nou ja, dat hebben we ook wel nodig, anders dan kun je echt niks in de bridges. Dus ik mine hier even al dit mooie, prachtige iron, mine ik hier even weg. Zit hier ergens nog meer iron of troep? Ah, nee, hier zit alleen nog mijn kool. Oké, nou, en butter hebben we ook niet nodig. Nou, dan gaan we weer terug. Parkour, jump. Oké, even snel weer terug. En dan moet ik even kijken wat mijn furnace ook alweer had. Die had ik hoger gepleurd. Waarom moet ik een furnace nodig hebben? Ik kan toch gewoon een crafting table maken. Die crafting table heeft die shuffer heeft die weggedaan. Nou, dan zet ik hier mijn eigen crafting table neer. En dan hebben wij in 5 minuten hebben wij 3 diamonds. Dat is toch niet slecht. Ik bedoel, we hebben al vaak bridges gedaan, maar dit is nog niet elke keer gelukt. Oké, dan laten we hier even een stukje gaan graven. Gaan graven. En dan klukken we even... Oh, geen diamond ore. Snuppie, snup. Oké, ik stap hier alvast mijn iron even in. En even een gedeelte van het kool. En ik kan ook nog wel van wat kool, kan ik nog even 4 toortjes maken. Dan hebben we weer een paar toortjes en al die troep. Geweldig. In ieder geval, onze iron moet wel even gesmolten zijn. Want we kunnen natuurlijk... We moeten nog wel 2 extra diamonds vinden. Anders hebben we niet eens een diamond soort. We hebben wel een diamond pickaxe. Oeps. Dat zou natuurlijk niet echt handig zijn. Kan ik al bijna weer de oorscanner gebruiken? Nee, die kan ik nog niet gebruiken. Nou ja, dan moeten we nog even wachten. Hier is trouwens wel iron, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat iron nemen we natuurlijk ook mee. Hootje te putten! Oeh, ik haat water, echt. Daar kan ik natuurlijk niet iets boven zetten, echt. Oh, zo irritant. Ach ja, we moeten... Wat? Ze willen mij dood hebben. Ze willen mij echt dood hebben. Oké, voorzichtig. Hier zit overal water. Ik weet niet welke gast het hier neer heeft gepland. Maar er ligt nu gewoon iron in, bijna in het water. En dat kan ik nog wel pakken, hoop ik. Oké, dat heb ik gepakt. Oké, we gaan... Scanning voor... Hier zit... Ik kan geen diamonds vinden. Dat is zo irritant dat je geen diamonds kunt vinden. We gaan deze kant op graven. Misschien zitten hier diamonds. Hoop ik. Dus we hebben in ieder geval nog hier wat iron. Dus dan kunnen we straks even armor maken. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want zonder armen kun je eigenlijk niks. Je moet er eigenlijk wel armen hebben. Dus, ik ga hier dit iron even in onze oven gooien. Hier is onze oven. Dit iron eruit, dat iron erin. Mooi, en hier gaan we nog even een stukje door, zodat we ook diamonds kunnen vinden. Nee, ik zei niet dat ik die toortje wilde wegdoen. Oké. Oh, jongens. Zijn hier nog wel diamonds in deze dimensie? Ik kan ook hier even naartoe gaan. Ik bedoel, hier is al een stripmine geweest. En mensen die de Diamond Ore scanner niet hadden. Ik ga hier gewoon even heen. Oeh, iron. Nice, nice, nice. Iron is natuurlijk ook belangrijk. Ik weet niet waarom ik zo lag. Maar ik heb wat... ik heb mijn render is nu wel goed. Dus dan ligt het gewoon aan de server. Mooi zo. Tenminste, dit helpt soms dan ook nog wel. Dan is de lag. Maar dit helpt deze keer ook niet. Zo ligt het echt aan de server. Diamonds zijn gewoon niet meer te vinden tegenwoordig. Waar zijn die diamonds? Oké, ik moet nog wel 2 diamonds hebben, jongens. Anders ben ik echt een zware klos. Hier de iron in, hier de iron uit. We hebben al 10 iron. Dan kunnen we tenminste een borstplaat maken. Dat is natuurlijk wel handig. En ik wacht nog steeds op een diazwaard. Oké, we gaan hier nog even door, jongens. Oeh, iron. Oeh, had ik nou maar iets doorgegraven. Oké, nou hier gaan we in ieder geval wat spul hier even minen. En kool. Ja, kool hebben we niet echt meer nodig. Misschien is de kool bijna op, dus dan pak ik het even. Even kijken, geen diamond ore, alweer niet. Ik ga hier gewoon even naar beneden. Met een trappetje. En dan gaan we straks even kijken of daar misschien diamond ore is. Ik weet het niet. Ik ga wel even kijken. En wel iron in ieder geval. En iron is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik maak het trappetje hier trouwens even af. Anders dan is het... Waarom molesteer ik dat trappetje de hele tijd? Zo, nou goed. Oké, hier gaan we even nog wat extra iron hakken. En dan moet ik nou... Dringt de tijd wel, want ik heb nog 1,7 minuten. Dus ik zou het wel heel fijn vinden dat we straks een paar diamantjes vinden. Ja, nice. We hebben diamantjes, jongens. Ik ga even hier naar boven toe, want volgens dit ding zijn hier de diamanten. Ja, ik zie ze. Oké, we gaan lekker naar de diamonds toe, want die hebben we wel nodig. Oké, als hier maar geen water boven zit. Ik haat water. Oké, we hebben 2 diamonds, dat is in principe genoeg. Ik ga even kijken of hier nog een derde is. Oké, dan gaan we mooi terug. We gaan terug naar onze spawn. En dan ben ik blij dat ik hier een trapje heb gemaakt, want de tijd dringt nu echt. Het is nog 1 minuut. Dus we moeten nog wel even snel opschieten. Hier hebben we nog wat dinges. En dan maken we even een... Hier hebben we dinges. Wat zijn we weer lekker logisch deze keer. Oké, nou, we hebben in ieder geval een diamond soort, dus dat is al heel wat. En hier hebben we nog 8 iron, dus we kunnen nog een broek maken ook. Maar ik ben bang dat we geen extra armor meer kunnen hebben.
En heb jij niet nog wat armen voor mij? Ah, fun kini. Armor. Ja, ik heb de chat uitgezet, maar volgens mij leest zij het wel. Dus, oeh, hij heeft gold. Hij heeft gold, hij geeft gold. Nice. Dan kan ik tenminste nog voeten maken. Hup, hup, hup. En als ik nou geluk heb, dan kan ik dit nog smelten. Maar dat... Oh, ik wilde die iron. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Ja, 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 ja. Ik heb iron. Ik heb iron, yes. Oké, ik heb een helm, jongens. En voeten. Ik ben full gearmed. We are going to destroy some things. Oké, we gaan nu naar de bridges toe. Die zijn spawning en het begint te regenen. Hartstikke gezellig. We kunnen ook deze funky snunky kunnen we volgen. En het lijkt nu opeens heel erg veel. Nou ja, heel erg veel. Het lijkt een beetje. We kunnen op zich wel met die funky kunky kunnen we wel mee. Alleen, ik kan hier ook gewoon even blijven. En hopen dat het hier een beetje veilig blijft. En anders ga ik gewoon mensen killen. Ik bedoel, holy snappies. Hun hebben pijlenboog. Oké. Dat is een beetje gevaarlijk. We moeten niet door de pijlenbogen moeten we afgetroefd worden, jongens. We willen wel graag vechten. Ik zie daar twee mensen die zijn niet echt heel goed bezig. Ik ben trouwens team groen als het goed is. Ik heb de chat uitgezet, maar ik zie hier groenen. Dus ik ben team groen. Dan weet ik dat even. En nou, dan gaat het nu gewoon heel spannend worden, denk ik. Ik moet gewoon maar aanvallen. Ik heb mijn render trouwens nu wel heel laag staan. Ik kan wel even mijn render ietsje hoger zetten, zodat ik tenminste ook nog wat kan zien. En ik zie hier iemand, die kan ik denk ik wel aan. Dus ik ga gewoon mee aanvallen. En de chunks moeten nog even inladen, maar dat gaat denk ik wel lukken. Oké, nou, we zitten hier dus met z'n drieën of zo. Ik kijk hier nog even in de kistjes. Oh shit, er komt een blauw aan, er komt een blauw aan. Zullen we erheen? Oké, ik ga erheen. Nee, er zijn te veel blauw. We moeten nooit naar een team gaan als er te veel van zijn. Dat is nooit een goed idee. Oké, ik ga dit kistje even checken, jongens. Zit hier nog wat in? Nee, hier zit niks meer in. Oké, ik ga mee. Ik ga gewoon mee, Oh. Dat zijn veel mensjes. Ik kan ze ook gewoon gaan helpen, hè. Ja, ik kan haar even gaan helpen, maar ik weet het niet. Oké, ik ga gewoon aanvallen, jongens. Oké, val hem aan. Oké, ik zie de appels, jongens. Eten. Ik pak eten. Yes, ik heb eten. Nice. Oké, ik zie daar iemand, die kan ik denk ik wel aan. Alleen die is alleen maar aan het rennen, dus dat is ook niet zo handig. Ik ga gewoon naar dit team toe. Er zijn nog vier alive. Dus misschien hebben we geluk en zit er iemand in de dinges. Oké, nog 26 meter, jongens. Nog 25 meter. Kom dicht. Ik zie daar iemand van rood, jongens. Daar gaan we heen. Oh, wat leuk. Oké, we gaan naar rood. Ik zie hem daar gewoon domweg zitten. Ik ga er gewoon naartoe. En ik zie wel waar het schip strandt. Waar het schip strandt. Ik ga er gewoon lekker naartoe. Ik bedoel, we zitten in de bridges. Dus ik maak hier gewoon even een mooi trappetje, zodat ik straks weer meteen naar boven kan. En dan moet ik voorzichtig zijn. Hij ziet me denk ik wel. Ho. Oké, kom op, kill hem. Nee, jammer. Maar goed, we hebben wel een leuk potje gehad. En ik hoop jullie dan te zien bij een volgende episode. Dus dan zeg ik jullie allemaal, doei.